Maar niet zo'n beetje, misschien wel meer op die kant. Welkom bij Wat levert het op? De aflevering waarbij twee teams gaan strijden om het meeste geld. All Day MD en de Toy Soldier metaaldetectie. Aan het eind van de wedstrijd zullen ze voor elkaar een zo raar mogelijk cadeau moeten kopen. Maar om de uitdaging wat moeilijker te maken, hebben we 6 strafkaarten. We gaan het veld door tweeën splitsen, dus elk team krijgt de helft. All Day MD krijgt de helft. En Annemiek Simons en de Toy Soldier zijn één team. Die krijgen ook 1 helft. We moeten winnen. Ja. Kijk, dat is erachter. Ze zijn helemaal klaar, joh. Ik heb namelijk 200 gulden munten mee van 5 cent en die gooi ik over hun kant heen. Dus dat kan nog wel eens heel, heel erg leuk worden. Yes! Kijk, ze zelf niet door, maar kijk. Ongelooflijk, hè? Ik ken niemand die zo slecht tegen zijn verlies kent als hem. Hij gooit gewoon stuivers op de grond. Omdat ik daar niks aan heb. Annemiek, pas op. Hij heeft stuivers op de grond gegooid. Tellen die of niet? Nee, die tellen niet. De eerste 50 cent is binnen. Ze kunnen wel vals spelen, maar ze moeten het echte spul ook nog weten te vinden. Hè? Stelletje etterbakken. Wat heb je? 10 cent. Mooi, dat is al 60 cent bij elkaar. We zijn bijeengeroepen voor de straffen. Dus we krijgen een strafkaart. Kom op. Ja, wij kunnen dat wel hebben. We staan al dik voor, want wij hebben 60 cent. Yes. En wat hebben jullie? Geen moer. Geen moer. Een blikje. Helemaal niks, een blikje. Nou, we gaan een straf krijgen. Oh, heb ik net gehoord van Wilma. Wilma gaat de straffen uitdelen. Wie wil aan, nou, omdat jij net vals hebt gespeeld. Ik heb helemaal niet vals gespeeld. Ja, jij hebt vals gespeeld. Helemaal niet. Jij hebt vals gespeeld. En jij hebt alle stuivers op het veld gegooid. Kom je erbij. Wil jij hem trekken of moet Bart hem trekken? Laat Bart hem trekken. Bart, jij mag hem Bart is heel goed te Bart trekken. Schuld geven. En voorlezen. Glenn krijgt de schuld. Yes. Oh god, oh god, oh god. Wat zou het zijn? Bart mag hem voorlezen. Ik heb de lepel. Ik ga terug in de tijd! Nee, moet achteruit lopen! Annemiek, trek jij hem, trek jij de volgende kaart? Wat is hun kaart dan? Dit is de goede, denk ik. Zit er een goede tussen, Ruud? Nee, er zit geen goede tussen. Wees weer kind! Yes! Wij moeten samen met de kindermetaaldetector lopen. Dat gaat goed komen. Bart, we moeten echt winnen hoor. Jullie mogen alleen maar achteruit lopen nu. Ja, Bart, lopen! Achteruit! Jullie moeten alleen achteruit lopen. Ga zoeken met je kindermetaaldetector. Ja, ik ga zoeken met mijn kindermetaaldetector. Bartje, struikel je niet? Hoi. Nou, dan mag het door die tijd worden dat we wat vonden. Wat heb je? 5 eurocent. Echt? Van ja. Euro? Ja. Lekker dan. Ja, het is nog niet heel veel, maar het is wel iets. Dus ja, 5 eurocent. Yes! Ja, en wij hebben de kindermetaaldetector. Dat wel, toch? Hey! Hoor er wat? Ja, graven! Groen lampje? Ja. Daar ligt hij. Oh, ik zie het al. Ik zie het ook. Een treklip. Treklipje. Ja. Ja, weer een groen lampje. Groen lampje. Ja. Ja. Yes. 5 cent. Euro tijd. Joehoe. We hebben weer euro's, jongen. De opdracht was wees weer kind, hè? Ja, de opdracht.
En toe aan de volgende kaart. Dus de beide teams mogen weer een kaartje trekken. En we beginnen dit keer bij Ruud. Van de Toy Soldier. Waarom pakt iedereen... Oh, jij pakt eindelijk een van rechts. Straks is het weer hetzelfde. Lekker, time out. Ja, we mogen 10 minuten niet zoeken. Ja, maar jullie moeten ook nog een kaart trekken. Jullie moeten ook nog een kaart trekken. Jou de eer, man. Hey, ik... Vaar. Pak hem maar. Pak hem maar. Pak hem maar. Gaan wij krijgen. Soep. En ik mag 10 minuten niet zoeken, dus ik kan jullie mooi filmen met die slijpel. Toppie, geweldig. Nou, lekker. Het is zo moeilijk om van hun te verliezen. Ik gooi een euro op de grond en hij loopt er gewoon overheen. Hier ergens. Ja, hij ligt ergens hier. Oh ja. Ork, ork, ork. Soep eentje met hem. Ja, slijpel. Ja, dat is een goed signaal. Die moet gegraven worden. Bart! Kom op, jongen! Hoppa! Het zal graven. Hey, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, wat denk jij dan? Als je maar wil. Heb je vaker gedaan, of niet? Nou, kom, Glenn. Eroverheen met dat ding. Oh, dit is zo irritant, hè. Nou moet hij graven met een lepel. Ja, nou in. Ja, nou in. Oh. Ik heb het gaat toch open? Pinkpootje erbij. Hop. Kom hier. Hup, doe hem aan. Pas op, die bimbo. Ja, schiet hem maar op. Ja. Die gaan even op. Kijk, ik zie hem al, oké? Ja. Wat is het? Ja, 5 euro cent. Dat is 5 euro cent. Hey! Tijd voor de laatste kaart. De laatste strafkaart. Ja. Wilma gaat ze uitdelen. Wilma staat een beetje dichtbij, maar we staan onder een boom, want het regelt een beetje hard. Yep. Annemiek, trek jij de eerste maar. Ga terug in de tijd. Dan moeten we dus met een hele oude metaaldetector gaan zoeken. Ja, 15 minuten zoeken met de oude metaaldetector. En de laatste is voor jullie. Ja, leuk. Wat zou het zijn? Wat is het? Koralen komt halen. Dat betekent dus dat wij op jouw plek gaan zoeken en jij op onze plek. Oh. Dat betekent dus dat het, al die 5 centjes die jij neergegooid hebt, dat je daar nu zelf gaat lopen. Ja. Nou, we moeten dus met de oude metaaldetector zoeken. Nou, dit is een oude metaaldetector van mezelf, dus ik heb wel een beetje voordeel. Je kan hem aanzetten. Hiermee doe je de grondbalans. Alleen dat knopje is een beetje wammel. Hiermee doe je de discriminatie. Dus die zetten we gewoon maar een beetje laag. En dan kunnen we hier de sensitivity en daar gaat hij ook mee aan. En dan als het goed is, slaat hij uit als er wat is. Nou, ik ben benieuwd. Kijk. Nou, vind je je eigen gestrooide euro? Ja, die heb ik voor die jongens neergegooid omdat ik het zielig vond. En nou vind ik hem zelf. Zullen we hem erbij rekenen of niet? Nee, hè? Nee. We rekenen hem er niet bij. Maar ik heb hem wel gevonden met die oude metaaldetector. Ik had hem voor hun gestrooid, maar hun hebben er gewoon 10 keer overheen gelopen. Nou, laat ze maar kruipen in het stof. Nou, kijken wat het is. Ga ik lachen, joh, als het wat is. Hey, geld. 50 cent? 20 denk. 20 centjes. Hoppa. Jongen, die gasten die krijgen straks een cadeau. En hun me lachen, hè, dat ik met dat oude ding moet lopen. Je vindt jou een echte grond ook? Uit 1987. Ah ja.
Het is net zoals die detector waar mensen lopen. Ja, ja. Jammer dat dat niet geldt. Hey, zou ik eens even kijken hoeveel muntjes ze al hebben gevonden? Ja, maar het is wel jammer dat, dat dit niet geldt, hè? Ja, nou jammer, hè? Gulden geld. Ja, ja. Wel leuk gewonnen. Toch? Ja, dan hebben we zeker gewonnen. Oh, wat leuk man, allemaal stuivers. Vind je het allemaal aan deze kant? Hey, hoeveel euro hebben jullie al? Ja, we hebben 10 cent in totaal. 10 cent, kijk eens. Oh, nou, dat is ook een volle jackpot. Nou, dat gaat leuk worden, zeg bij de supermarkt. We gaan nog eventjes een half uurtje. We gaan nog even een half uurtje gewoon het hele veldje pakken. Hoort wel bij de wedstrijd. En na dat half uur gaan we de uitslag bekijken. Hoeveel hun en hoeveel wij hebben. En daarna komt de laatste. En daarna komt de laatste opdracht. We hebben gestreden. Ja. We hebben gebikkeld. Alles gegeven. We hebben alles gegeven. We zijn door de wind en door de weer en kijk, door de stof gekropen. En door de stuivers. Ja. En door de stuivers die Glenn gestrooid hebben. Dat was niet nou. En toch nog een gulden. We hebben Bartje helemaal zien zwoegen met een lepel. Lekker hè? Maar goed, willen jullie de uitslag als eerste bekendmaken of als laatste? Nou, laten wij het maar gelijk doen, want ja, we hebben niet zoveel. Nee, daarom. Hoeveel hebben jullie? 10 cent. 10 cent? Ja. Ik weet niet wat we daarvan moeten kopen. Dat wordt een topcadeau voor ons, Ruud. Dat wordt een topcadeau voor ons. En wij hebben 65 cent. Nou, dat schiet je ook niet echt... Nou, voor 65 cent kun je meer kopen. Shit, dan 10 cent. Dan 10 cent. Dan halen we 10 cent, man. Ja. Maar goed, we hebben dus in ieder geval de opdracht om 10 cent en 65 cent uit te geven voor elkaar. En daar hebben we een half uur de tijd voor. Ja, laat een uurtje doen, je moet nog rijden, hè? Oké. Okay. Nou, het is hier niet zo ver, dus zo drie ver? Kwartier. Drie kwartier, ja, drie kwartier. Drie kwartier. Hey, we gaan nu gelijk. Nou, we zijn nu vol gas aan het rijden. Ik mag eigenlijk niet filmen, maar ik doe het even stiekem. Maar op naar de supermarkt, Bartje, want we moeten iets halen voor 10 cent. Maar ja, wat joh? Ja. Dat is echt niet makkelijk hoor, voor 10 cent wat halen. Hey Bart, we staan nu bij Kruidvat. Ja. Ja. We zijn heel snel weggereden, zodat we ons niet kunnen vinden. Maar misschien dat we hier wat kunnen krijgen voor 10 cent op een snoepjes of zo. Ja. We moeten wel iets kunnen vinden hoor. Daar zijn we, Annemiek. Ja, we moeten iets gaan uitzoeken voor 65 cent. 65 cent, het mag echt niets meer kosten. Dat wordt nog een uitdaging. Minder mag wel, maar dan moeten we geld bijleggen. Dus 65 cent. Ja, dat gaan we proberen. Nou, ik zie hier alleen maar 9 euro, 2 euro, 99 cent. Dus dat wordt nog even zoeken. Ja. Hey Bart. Dit is als het een stukje van 10 cent. Je moet eens delen. Ja, dan kom, we gaan afrekenen. Kom. Ja. Je mag helemaal afrekenen. Wat heb je gewonnen vandaag? Een pak zelfbak broodmix. Het zou wel grappig zijn als hij dan ook echt nog een. Ja, we willen het eindresultaat wel zien, hè? Ja, toch, ja, als jullie nou het eindresultaat willen zien dat Glenn en Bartje samen een brood gaan bakken, ja, dan moeten jullie even reageren hieronder in de video en dan met z'n allen, wij willen graag zien hoe Glenn en Bartje samen een brood bakken. Ja, eigenlijk is het 11 cent, maar het wordt afgerond naar 10 cent, dus dat gaat goed komen. Ja. Annemiek, hebben we voor jullie wat gekocht en bij deze 65 cent exact 65 cent op de cent af 65 cent. Willen jullie nou zien, en dat heb ik net in de winkel ook al gezegd, maar willen jullie nou echt zien dat hun dit gaan maken, dat hun dit gaan doen? Reageer hieronder in de video. Shit, je bent niks gehaald, man. En er komt een video met wat hun gaan maken. Nou, daar komt hij. Tada! Volkorenbrood. Jullie mogen zelf brood maken. Jullie mogen zelf een brood gaan maken. Yo, ik ben aan het afvallen. Ja, maar dit is goed. Dit is volkorenbrood. Okay, dan maken we hem. Maar dan geven we het aan jullie, want ik mag het niet eten. Ja, is goed. Want ik mag geen koolhydraten. Jullie gaan samen koken vanmiddag. Bakken Bart. Bakken Bart. Godsamme. En hier bewijs. 65 cent. Oh. 65 cent exact. Maar
We hebben ook echt heel veel moeite moeten doen, want ik ga maar iets halen voor 10 cent. Ja. Ja, dat is niet te doen. Nee. Is echt niet te doen. En het allerergste is nog, Bart, mag je deze even bijhouden? Het allerergste is nog dat je dat moet afrekenen, 10 cent. Echt, hele rij met mensen en wij staan tussen de kassa. Ja, wij hebben marktplaats nog afgezocht, daarom duurde het zo lang. 10 cent. Komt ie, hè? Nou. We hebben 1 snoepje gekocht. 1 snoepje. Ik kon hem niet halen. Maar eigenlijk was hij 11 cent, maar het wordt afgerond naar 10. Ja. Nou, nou die is leuk. Wat we doen. Die gaan we delen. Nee. Ja. Ik wil Annemiek Simons van Simons Metal Detecting wil ik bedanken dat je vandaag in mijn team wilde zitten. Ja, dankjewel. Dus ja, het is niet zo'n groot salaris, maar... Maar ik vond het erg leuk om te doen. Jij mag hem opeten. Ja. Nou, dankjewel jongens. Alsjeblieft. Ik kon er niet van maken. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.